Het is een 10 bij 20 meter grote opblaasbare tent. In de kleuren van een regenboog. Feesten in een tent volledig in de kleuren van de LHBTI+ vlag, dat kan binnenkort. Ondernemer Wessel Bottenberg uit Eibergen hoopt na het succes van zijn roze kerk nu festivals een beetje inclusiever te maken met de volgens hem eerste regenboogtent ter wereld. Nou, de roze kerk had een grote vlag ernaast hangen van een regenboog van de LGBTQ+. En die hing daar en die wapperde heel mooi ernaast. En toen dacht ik, nou, zou ik een tent maken in deze kleuren? Toen zijn we gaan tekenen in SketchUp en toen dachten we, ja, deze moet besteld worden. Naast dat de tent festivals en feesten een beetje kleurrijker moet gaan maken, hoopt Wessel dat mensen dankzij zijn tent ruimer gaan denken. Ik hoop dat iedereen zichzelf kan zijn en dat de mensen die er niet veel mee in aanraking komen misschien, die wat meer open-minded worden. En ik hoop dat je daar toch een klein beetje een effect mee kan creëren. De eerste boeking voor de tent staat al vast. Dat is een lesbisch stel die gaan trouwen en die vonden hem helemaal geweldig. Ook evenementen hebben al interesse getoond in een 20 meter hoge tent waar 285 mensen in passen. Wessel hoopt zijn kleurrijke tent terug te zien op festivals als de Pride of de Zwarte Cross. Maar sluit kleinere feesten niet uit. Het moet eigenlijk een area zijn waar iedereen zich welkom moet voelen. Een tikkeltje fout kan er altijd in voorkomen. Iedereen mag zichzelf zijn. Dus ja, een klein boerenfeest mag die ook komen te staan. Hoewel de tent de eerste in zijn soort is, is het niet de gekste tent die Wessel in zijn assortiment heeft. Dus we vinden eigenlijk een beetje de gekkigheid heel leuk. Dus er is ooit een kerk gekomen, toen een roze kerk, een fabriek, een gele duikboot, een varken. Dus eigenlijk een niet-traditionele tent. En regenbogen, we houden van kleur op evenementen. Dus ja, daar was de link heel snel gelegd. De regenboogtent krijgt voornamelijk positieve reacties. Maar is volgens Wessel niet voor iedereen bedoeld. Iedereen vindt hem eigenlijk wel leuk. Ik denk dat er heel veel organisaties zijn die hem ook misschien niet willen huren. Die hem een beetje te fel vinden. Die toch een beetje wat stoerder uiterlijk willen. Maar de meeste reacties zijn heel positief.